Het aanbod bestelwagens was nooit eerder zo groot. Net zoals de honderden verschillende uitvoeringen en aandrijvingen. En daarbij komt nog de hamvraag, hoe schaffen we best een bestelwagen aan? De persoon die ons hierop een antwoord kan geven is Steve Somers, van-specialist bij Athlon. En Steve, als ik me niet vergis, ben jij vooral ook een voorstander van operationele leasing. Vertel. Ja, klopt. Bij operationele leasing zijn alle diensten eigenlijk inbegrepen, waardoor de klant zich geen zorgen moet maken over het beheer van zijn wagenpark. Alle risico's rond onderhoud, reparatie, banden zijn eigenlijk allemaal afgedekt door de leasemaatschappij. En dat allemaal aan een vooraf afgesproken prijs met de klant. De klant krijgt gewoon maandelijks één factuur, wat het administratief ook gewoon voor hem heel gemakkelijk maakt. Ja, ik hoor hier vooral het woordje ontzorgen. Ik kan me inbeelden dat als je werkt met verschillende sectoren waar ieder zijn noden en behoeften heeft, dat dat geen gemakkelijke opdracht is. Hoe gaan jullie die uitdaging aan? Ja, dat klopt. Elke sector heeft wel zijn eigen specifieke uitdagingen. Maar bij Athlon bieden we eigenlijk alle type voertuigen aan. Ook met ombouwingen, inrichtingen, bestikkering. Om zo te kunnen inspelen op de vraag van elke sector of van elke klant. Daarnaast hebben we een standaard van-lease product. Maar we kunnen dat in dialoog met de klant samen gaan verder uitwerken om zijn dagelijkse beheerkosten of de total cost of use te gaan verlagen. We hebben daarvoor ook speciaal een TCU-gids ontwikkeld die je ook onder andere op de website kan terugvinden. We kunnen er ook niet meer omheen, Steve. Elektrificatie is overal. We zien het overal, we horen het overal. Is het haalbaar en vooral betaalbaar voor bestelwagens? En zijn jullie klaar voor die energietransitie? Ja, absoluut. We hebben al heel wat klanten geholpen met de transitie naar elektrische bestelwagens. Het is vooral belangrijk om op voorhand eigenlijk een goede inschatting te maken van het profiel van de klant. Gaat hij op het bedrijf laden, gaat hij misschien thuis laden of toch ook publiek? Ja, dan zal dat al een rechtstreeks een impact hebben op de verbruikskost van dat voertuig. Daarnaast ook belangrijk om te gaan bekijken wanneer het voertuig wordt geladen. Gebeurt dat tijdens de werkuren, overdag? Ja, dan is dat ook stilstand en dan brengt dat ook bepaalde indirecte kosten met zich mee. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ik heb vooral onthouden, ten eerste, dat operationele leasing zorgt voor flexibiliteit aan de vaste kosten. Dat een TCU-visie vooral zorgt voor optimalisering van de gebruikskosten. En Steve, ook niet onbelangrijk, bij Athlon zijn jullie duidelijk klaar om de professionele bij te staan met extra diensten. Dank je wel.